Nou, na die mannen is het hoog tijd om eens een Urke vrouw te spreken. Om te kijken waar ze de hoop vandaan haalt. En volgens mij doet ze een hoop werk hier al. Bij het leger. Het leger des Hels. Hey, hallo. Hey, hallo Bert. Ik dacht na een aantal mannen gesproken te hebben dat het ook wel eens goed was om een Urke vrouw te spreken. Nou, over hoop in je hart. Wat doen jullie hier? Leger des Hels? Ja, je staat hier bij de, nou ja, de buurtkamer eigenlijk van het Leger des Heils op Urk. En het is een buurtkamer, huiskamer, waar voor en door Urkers, zo omschrijf ik het altijd maar. Ja. Dus iedereen is welkom, dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste, de gastvrijheid. En dat iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, binnen mag komen en gezien wordt. Ja. Hey, ik zou het leuk vinden om even samen een stukje op te wandelen, zeg maar. Want binnen is ze maar zo binnen, maar Urk is prachtig. We gaan Urk eventjes... Kun jij mij een mooi stukje laten zien? Ik ga je Urk laten zien, dat gaan we doen. Leuk. Vrede op aarde. Laten we daar beginnen. Ja, dit was een initiatief wat hebben we in de kerstperiode gedaan. Hè? En dan konden ze eigenlijk een wens, gebed, hoop... opschrijven. In het licht hangen eigenlijk. Dat was de symboliek. Dat Jezus snel terugkomt. Ja, er zijn een prachtige tekst in. Mooi, hè? Ja. Het verlangen van de Urker. Maar dat vrede op aarde, hè? Ja. Dat is nog wel een eind zoek, die vrede op aarde. Ja. Zou er nog iets van komen? Nou, uiteindelijk natuurlijk wel, als Jezus terugkomt. En ik geloof ook dat als we er stil bij staan, dat... Jezus voor ons al teruggekomen is en dat hij door ons heen die vrede toch wil laten zien, al is het maar in hele kleine dingen, dan... Is dat echt jouw Leger des Heils hart, zeg maar? De Heer Jezus is gekomen en vanuit die vrede mag ik dienen? Ja, dat is wel mijn Leger des Heils hart. Zo had ik bijvoorbeeld van de week was ik bij een... Ik krijg ook wel veel vluchtelingen, zeg maar, gezinnen over de vloer. En... er was een jonge vrouw die trouwde dus deze week met 1 januari met haar geliefde. En toen hadden we het over de eerste keer dat ik hun zag. Oh, ja. Dat ik haar ontmoette. En het was op een creatieve ochtend. En toen zag ik haar en toen hadden ze 5 jaar AZC achter de rug. En ze waren 2 weken op Urk. En zij zat daar samen met haar moeder. Zeg maar een muts over de oren. En echt als een nachtvogeltje, heel angstig. Die ogen die vergeet je dan gewoon niet meer. En nu was ik deze week bij haar. En stralende vrouw, weet je wel, in verwachting. Ze werd de bruid. Ja, ja. En toen hadden we het even over dat moment. En toen bedankte ze ons, zeg maar mij, voor het moment dat ze dat waren een beetje thuisgegeven. Het gevoel van thuisgegeven. Ja. Terwijl je zelf op dat moment heel druk bent en natuurlijk voor het gesprek aangaat. Maar je voelt dat niet zo als betekenisvol. Maar dat ik dus, als ik zulke dingen terughoor, dat ik besef in die kleine dingen hoe betekenisvol dat voor iemands leven kan zijn. Ja. Nou, kijk, en dat geeft mij, dan word ik... Dat raakt je helemaal. Dat raakt mij, daar raak ik emotioneel van. Dan denk ik, weet je... Is dat ook een beetje dat begin van dat vrede op aarde, wat we net daar zagen? Dat geloof ik eigenlijk. Dat je dat in een persoon ziet. Ja. Ik moet denken aan dat lied van For the One. Dat komt dan ook in voor van... al is het maar met een glimlach. Snap je? Laat me dan de glimlach van Jezus zijn. Voor diegene. Ja. Dus daar springt mijn hart altijd wel van. Daar word ik echt wel warm van. Ja. Ik denk van, wat mooi dat God ons als kwetsbaar mens... gewoon daarvoor in wil zetten. En, ja. en mensen op je pad brengt. Om zijn licht, om zijn hoop... Ja. Handen en voeten te geven. Ja. Waarin zouden we je kunnen helpen? Nou, kijk, in heel veel locaties van het Leger des Heils, landelijk en wereldwijd, dan is de soepfiets natuurlijk best wel een soort herkenbaar iets. Jij wil een visfiets hebben? Nou ja, dat zou ook een idee zijn. Maar in ieder geval een soort straatfiets. Dus dat je gewoon een middel hebt dat je heel makkelijk het contact kan maken. Ja. Dus dat je gewoon present bent en... En de straat mee ergens mee op kunt, zeg maar. Ja. En weet je wat wij gaan doen? Wij gaan iedereen die kijkt uitdagen om onder andere daarin bij te dragen. Gewoon zodat jullie weer tools in handen hebben om onder die mensen te zijn. Ja. En dat lijkt me gewoon geweldig. Als we met elkaar
zoveel goede doelen kunnen steunen, zeg maar. En ook daardoor heen een beweging van hoop kunnen vormen. Ja, dat zou echt super geweldig zijn. Nou, ja, ik hoop dat we aan het einde van deze avond verrast zijn dat het allemaal kon. En dat jullie een prachtige, ik neem aan een soort van bakfiets, kunnen kopen. Ja. En dan kom ik een keer een bakje koffie of een visje. Of ik weet niet wat mee. Je gaat doen. Die gaat mee op pad. Oh. Nou, die deal hebben we. Dat even gelist. Doen we. Dat doen we. En laat de vuurtoren maar branden. Ja. Wij gaan lekker zingen. Ja, dat gaan we doen.